Welkom in deze nieuwe video van Polestar. We zitten klaar, dus tussen 8 en 10 kwamen ze mijn slaapkamer brengen. Dus ik ben eens heel benieuwd wat dat doet, want ja, dat is natuurlijk iets heel speciaals. Ik ga proberen om beelden vast te leggen, dat kan ik niet beloven of wat dat helemaal lukt, maar dat ga ik al proberen. En ja, ik vind het wel spannend eigenlijk, omdat dat allemaal nieuwe stappen zijn die gezet natuurlijk. Dus ik vind het wel heel spannend, dus ik ben nu in een volle verwachting. Ze zijn daar, ze gaan alles gewoon plaatsen met de lift en zo. Dus het raam staat nu open. Daar staat het raam. En alles staat nu open hier. En met deze lift gaan ze alles naar boven dragen. Daar is het kabinet. Dus dit is hoe het er nu uitziet en zo dingen allemaal. En het gaat allemaal naar daar. Dus hier zie je nu nog de bed. Dus hier moet het bed. Daar gaan ze het kastje zetten en daar gaat de grote kast. Dat is wel spannend. En jullie gaan dit allemaal mee beleven. Hoe ik het openleef. Ik vind het wel spannend. Dus laat maar komen, zou ik zeggen. Via het raam. Dit is mijn trap, dus dat gaat onmogelijk. Dus eigenlijk alles via de trap. Dus daar is het een motor uitzien. Ik heb ze niet zelf gekozen. Ik kom eens altijd heel raar om te kijken van waar het kan zijn als je uiteindelijk op die kamer staat. Dus het is wel spannend. Jong te geluiden. Alles is laat. Alles ligt hier op. Kom naar boven. Zie je? Dat is het andere deel van de kast. Je ziet ook goed dat het eigenlijk omhoog gaat. Dat is speciaal eigenlijk. En dan hoef je dat hier bij. Alles komt naar boven. Oh, alles komt gewoon naar boven. Dat is gemakkelijk. De beneden gaat het allemaal af. En dat is allemaal. Alles staat hier. Al. De rest komt nog. Dus dat wordt een speciaal. Dus schoon, dat is gewoon een beetje wat je kunt zien hoe de kast gaat eruit zien. Spannend, hè? Het staat al helemaal het bed. Dat het bed al er staat. Met kastjes. Dus ze hebben alles naar boven gedragen, zei ik. Allee, gedaan met de lift. Het was denk ik wel goed dat we borden gezet hadden, dus dat was wel goed. Dus ze hebben nu alles terug beneden gezet. Dus ze hebben alles van dozen naar daar gedaan. En ze hebben dat heel goed gedaan eigenlijk. Dat ging eigenlijk op een minimum tijd. Was dat wel eigenlijk gedaan. Dus daar was ik wel blij mee. Ik had mijn kat even in de toilet opgestoken. Ja, ik moest eerst mijn kat doen. Want mijn kat is nogal rap bang van mensen. Dus ik moest iets doen met mijn kat. Dus wat staat er nu eigenlijk allemaal? Dat is de eerste keer dat ik eigenlijk een roomtour geef. Van mijn slaapkamer. Dus geniet ervan. Want het gaat niet vaak gebeuren. Dus we hebben hier dus een bruine kast, die staat hier eigenlijk al jaren. Dat is de kast die van mijn moeder is, en van mijn oma. Ja, misschien van haar oma ook nog, ik weet dat het een antieke kast is. Dan hebben we de nieuwe kast, dat is deze. En ja, ik ben wel blij met zo'n heel brede, mooie kast, omdat je dan toch veel kleren kunt wegleggen. Dan hebben we deze kant. Echt ook heel mooi. En ik vind dat ook zo mooi, dat hout. Dat past ook wel een beetje bij mij. Ook niet te druk. Omdat door mijn autisme, we hebben dat niet graag te druk. Dus daarmee deze kleuren. Dan hebben we hier de ladekast. En dat is ook wel allemaal millimeterwerk. Dat is ook met hetzelfde. Dus je moet dat echt heel voorzichtig openen. Zit er nu nog niets in, want ja, alles ligt nog op, en, allez, op mijn... En zijn kamer. Dan hebben we de bed. Ja, je ziet, het bed is niet echt opgemaakt. Dus ook omdat we die matras er allemaal moeten opleggen. Wat ik wel nog als idee wil doen, dan ga ik misschien eens een keer graag aan Jo om dat te doen. Is eigenlijk om lichtjes daarachter te plaatsen. Zo van de action zo. Dat dat ook wel heel mooi uitkomt. Ik kan er ook van alles opleggen. Het is een beetje zo lekker als je gaat slapen op een hotel. Dus is wel mooi. En dit is dan de kleine kast. En daar kan je ook van alles inleggen, gsm, dat gezicht of wat dan ook, of tablet. Dus ook wel. Dus ik ben echt wel zeer tevreden van alles.
Dus ja, ik ga zien of dat niet te hoog is met die matras. Als dat te hoog is met deze matras, heb ik nog altijd een matras die op de kinderkamer ligt. Die toch niet wordt gebruikt, namelijk. Dus, en ja, het ziet er zo'n beetje uit als je zo binnenkomt. Ziet het er eigenlijk zo uit. Dus, dat is echt wel leuk. En nu zijn alle kasten open natuurlijk. Maar alles moet er natuurlijk nog in. Dat moet ook nog allemaal verdeeld worden. Dat moet ook nog allemaal bekeken worden. Dus, dan zit de kat meteen in de kast. En dat willen we natuurlijk niet. Dus ik ben wel zeer tevreden van alles. Ook omdat de kleur ook heel goed uitkomt. Dus, ik ben wel blij dat we dat toen hebben geschilderd. Dus, ik vind het wel mooi te passen eigenlijk. Beetje... Dus vanaf vandaag kunnen wij dus terug goed slapen. Het gaat ook wel wennen zijn, omdat de geur is natuurlijk nog een beetje anders. Dus we gaan even wennen zijn om alles een beetje te ruiken. Ja, natuurlijk, je weet, als je op vakantie gaat ook, een bed is altijd een beetje anders. En dan moet je ook gewonnen worden. Dus, maar dus ik denk in feite dat het wel allemaal heel goed gaat komen. En goed gaat gaan, als de kasten zijn ingeruimd en dat het daar geen stort meer is. Want momenteel is het hier een stort. Ik ga het even laten zien. Dit hier gaat het eigenlijk allemaal wel heel gemakkelijk aangaan. En dan is het ook in één keer allemaal klaar. En dan kunnen we zeggen van, we hebben een nieuwe start gemaakt. Die kleren ga ik nu niet allemaal aan inleggen. Ik ga het nu allemaal doen. Waarom niet? Omdat ik dat allemaal moet bekijken nog hoe ik dat ga doen. Dus ja. Ik moest ook wel ook de borden even aan de kant zetten, want mensen mogen terug parkeren. Ik heb er tijd tot 7 uur voor, want de borden lopen tot 7 uur, dus als ik... maar zo ben ik dan ook weer niet. Dus ik ga straks de borden aan de kant zetten. Ja, mijn buurvrouw is wel wakker geworden door het lawaai, maar ja, dat is het leven. Dat kan ik dan doen. Als zij ooit gaat verhuizen of ooit iets laat leveren, gaat dat ook hetzelfde zijn natuurlijk. Hè. Daar heb ik... Dat is natuurlijk hoe het is. Maar echt, dat wil ik wel doen met die lichtjes. Allee, ik denk wel dat moet lukken zo, want om die lichtjes daar te blazen. Als er mensen ideeën hebben hoe dat je dat kunt doen, laat het me even weten onderaan in de comments. En laat me ook even weten wat je ervan vindt. Dus dit is dus de vlog van de slaapkamer. Hopelijk vind je hem leuk, vind je hem mooi. En ja, ga ik dat filmen als ik die kast in elkaar steek? In een ruim, dat weet ik niet, want Jo komt morgen helpen. Dus dat kan ik niet 100% zeggen. Maar, allez, we gaan sowieso wel een update zien als alles in de schuiven ligt. En zo, dus komt allerlei in orde. Maar voor hier ga ik het afsluiten. Hoop gewoon dat je het een leuke video ziet. Duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer met een leuke video.